Dit is een zelfgeschreven gedicht. Het heet Ode aan de strijders. Gevochten, veel levens opgeofferd. Voor ons, voor vrijheid. Zelfs één dag is te weinig om de slachtoffers te herdenken van deze strijd. Er zijn niet genoeg woorden, zelfs niet genoeg tranen, om te tonen hoe dankbaar wij zijn. Een herinnering, een gedachte, een moment, het maakt niet uit hoe klein. Zij hadden een doel, vechten voor vrijheid, voor ons. Zij hadden een streven. Als zij er niet waren geweest, waren wij niet zoals wij nu zijn, waar wij nu staan, hoe wij nu leven. Morgen is het precies 65 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien herdenken we ieder jaar op 4 mei de burgers en militairen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En voor al hun nabestaanden werkt de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag op de een of andere manier door. Zij realiseren zich meer dan anderen dat vrede en vrijheid niet zo vanzelfsprekend zijn. En dat geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers van vredesmissies. Voor hen houdt het nooit op. Voor hen blijven wij herdenken. We houden hier de herinnering levend en hopen dat het een waarschuwing is voor de toekomst. In de Tweede Wereldoorlog bestond er een diepe kloof tussen goede en foute idealen. In onze huidige samenleving dreigt een nieuwe kloof te ontstaan. Als we dat laten gebeuren, zal de geschiedenis zich herhalen en staan we hier misschien wel voor niets. Het is mooi dat we eens per jaar de doden herdenken die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Maar nu is het woord aan ons. Nu moeten wij ervoor vechten dat er geen kloof ontstaat tussen vermeend goed en fout. Wij moeten ons, ieder persoonlijk, inzetten om verder te leven met wat ons bindt. Op die manier leveren wij een bescheiden bijdrage aan onze vrede voor nu en voor de toekomst. Wij zullen ons moeten inzetten om te voorkomen dat nieuwe drama's ontstaan als bij de familie Fernandez en al die anderen. En om te bereiken dat we over 35 jaar nog steeds in vrede en vrijheid leven en niet weer hoeven terug te kijken op twee wereldbranden. De oorlog ligt niet zo ver achter ons als het lijkt en een nieuwe oorlog is misschien dichterbij dan we denken. Dit nooit meer begint bij onszelf.